Welkom bij Breingein, de podcast die je laat voelen dat je niet alleen bent. Hier doorbreken we taboes en moedigen we open gesprekken aan. We zijn er voor professionals met ervaringsdeskundigheid en voor ervaringsdeskundige professionals. Samen creëren we een veilige ruimte waarin we eerlijk en zonder oordeel kunnen praten. Van dissociatie tot automutilatie, zelfmoord en seksueel trauma. Een onderwerp blijft onbesproken. We willen de stilte doorbreken en een plek bieden om deze moeilijke thema's aan te kaarten. Sluit je aan, ontdek de kracht van gedeelde verhalen en laten we samen taboes doorbreken. Breingein, voor groei en genezing. Luister nu. Goeiedag, nou daar zijn we. Met een spiksplinter nieuwe podcast. Podcast nummer 22. En ja, daarin hebben we weer een nieuw onderwerp uitgekozen voor jullie. Maar we starten dan eigenlijk altijd met een openingszin. En die wilde ik bij deze met jullie, daar wilde ik jullie nu in meenemen. Stap in de wereld bij Breingein, de podcast die scheiden en lijden niet uit de weg gaat. En vandaag onderzoeken we de diepgaande gevolgen van kapotgeslagen relaties, met een bijzondere focus op de kinderen die de zwaarste last dragen. Nou, klinkt leuk, maar daar komen we straks op terug. Ik wil eigenlijk gewoon weten van joh, hoe gaat het met je? Hoe ging deze week? Ja, in deze week heb ik eigenlijk gemerkt dat ik me best wel druk maakte om bepaalde dingen. En dat was eigenlijk best wel heftig. En ik merkte dat bleef eigenlijk een soort aan de oppervlakte drijven. En wat ik altijd slecht kan doen is even afstand nemen. Oh ja. En dan even eruit stappen. En dat heb ik eigenlijk bewust gedaan. Om met de hond even een ommetje te doen. Maar niet om die hond een ommetje te doen. Maar eigenlijk om mezelf ook gewoon even los te laten. En alleen maar te luisteren naar de wind. Een beetje om me heen te kijken. Dan vliegen er een paar uilen over. En daar zit je dan ineens middenin. Die zie je overgaan en je denkt, wat een rare duif. En heel grappig hoe je dat dan eigenlijk kan doen. En de rust die dat geeft. Terwijl je, ik ben eigenlijk altijd iemand die alles maar gelijk oppakt. Mm-hmm. En dan gelijk maar doet. Mm-hmm. Want als het niet meer dan 5 minuten kost, dan doe ik het maar gelijk. Mm-hmm. En dan zijn er even geen 5 minuten, geen 10 minuten, maar een half uur. Waarin je gewoon eventjes eigenlijk niks doet. Gewoon een rondje maakt en even de rust ervaart. En dat is eigenlijk je daarna eigenlijk weer productiever? Ja, ik merkte wel dat ik dan weer meer energie had en ook gewoon wat minder aan het toppen was met allerlei andere dingen die me dan nog bezig hielden. Zo van, weet je, het is het is allemaal net even wat lichter en je neemt ook even iets meer op van de omgeving en je blijft wat minder in je hoofd rondrollen. Nou ja, wat ik heel vaak hoor is mensen die zeggen van ja, maar ik ga er geen tijd voor maken, want ik heb die tijd niet. En dan door blijven gaan. En daardoor eigenlijk vraag ik me dus af, en ik ben namelijk best wel ervan overtuigd, dat als je wel kiest om dat ommetje te maken, dat je daarna eigenlijk productiever bent dan dat je aan blijft modderen. Dus vandaar dat ik dat vroeg of jij dat ook had ervaren. Dat dus zeg maar door jezelf een stukje rust te gunnen, dat je daarna eigenlijk beter in staat bent om weer een soort van vliegkracht te gebruiken. Nou ja, en dat is ook een beetje, want vaak moet je dan zo'n lijstje maken, hè? Want dat is dan hoe ze dat zeggen, schrijf het allemaal uit je hoofd op. Maar dan merk je dat het alleen maar meer wordt. Dat merkte ik wel, dat door dat niet te doen, dus door er gewoon even uit te stappen en dan die rust op te snuiven, maakt het ook eigenlijk niet eens uit in welke omgeving je staat. Want de rust ervaar je dan sowieso. Ook al gaat er een brommer langs, ook al whatever. Mm-hmm. Het is zo. Dus dat hebben vind ik wel mooi. Ook wel heel veel samengewerkt deze week. We hebben een challenge gedaan samen. Vanuit Breingein. Of eigenlijk Leef, ons programma. En dat was waanzinnig. Als je hebt over hoogtepunten en dieptepunten en alles ertussenin en alle kleuren die dat kan hebben, hebben we dat denk ik wel meegemaakt deze week. Ja, in die voorbereiding was net dat moment dat ik ook wat moest kiezen om daar even die rust in te nemen. Omdat het dan soms aanvliegt. En in de
In de challenge zelf merkte je van, dat het van zeg maar een voorzichtige start in een soort flow terecht kwam. En daar heb ik mezelf verbaasd en ook de mensen zeg maar om ons heen die meegingen in die challenge, die hadden ook zoiets van wow, ik weet niet wat er hier gebeurt, maar het is wel echt bijzonder. Ja, we hebben echt ervaren dat de kracht van ons 1 en 1 is 3 gewoon, hè? Ja, als je vaker naar onze podcast luistert, kan je die soms meekrijgen. Ja, Ja, absoluut. ik zeg, ik daag je uit om ze allemaal te luisteren, maar het is iets wat ontstaat. Het is ook niet iets, we zijn hier niet met een script aan het afrunnen. We gebruiken wat leidraden en dan ontstaat de podcast. En zo was het eigenlijk ook met die challenge. Ja. Je Ook al zet hadden we een wel de outlines en we hadden wel best wel werk framework gedaan. neer en je bedenkt allerlei dingen, maar ze pakken zo prachtig uit. Ja, zeker. En wat ik leuk vind is als je het zelf ervaart en je vraagt het aan de mensen, dat het dan ook klopt met hoe dat gaat. En dat, ja, dat vergt loslaten en laten gebeuren. Adem in, adem uit. Hebben er ook Rust tips pakken. uitgehaald die we met mensen willen delen? Want ik weet nog dat ik echt maandag, wij hadden een half uur eerder afgesproken voordat we echt via de Zoom online zouden gaan, Durven. dat ik echt zo strak van de zenuwen stond dat ik echt dacht, nou, ik ren weg, ik doe het niet. En we zijn gebleven, want volgens mij had jij precies hetzelfde niveau Ja. van stress. En we zijn gebleven. En we zijn er eigenlijk bijgebleven in de zin van, ja, oké, dus er gebeurt een heleboel stress op dit moment. Het gebeurt gewoon. We zitten erbij. We kijken ernaar. En ondanks al die stress hebben we gewoon gezegd, oh, nou, we halen ze binnen en we zien het wel. Ja, En de ja. eerste avond was dus ook ons meest, zeg maar, rommelige avond. En dan zou je eigenlijk denken van, joh, nou ja. Doen we het echt morgen weer? En toch bracht het een bepaalde rust. Want er ging van alles mis. Aan alle kanten. En eigenlijk heeft dat me meer, zeg maar, ja, rust gegeven dan dat het me nog meer stress gaf. Ik had echt zoiets. Ah joh, eigenlijk is alles al misgegaan. Als je morgen weer verschijnt. Ja. Dat. Ja, dat, en de tips van de mensen die daar ook waren, eigenlijk de tips die we meekrijgen vanuit de podcast. Ja, zo hebben we dat ook in de challenge gedaan. Opgehaald, gekeken, wat kan ik eraan veranderen? En ja, sommige dingen zijn ook niet veranderd. En de regie nemen en gewoon weten dat het goed is. Ja, Dat dat is ook is. echt een tip, hè? Ik bedoel, hoor de feedback aan. In de zin Ja. van, het is altijd goed bedoeld. Het komt altijd uit een goed hart. Het is nooit om te zeggen van, joh, ik ga een vinger wijzen. Jullie doen het helemaal fout. Want uiteindelijk, we doen het wel. Dus daar hebben mensen ook echt gewoon reet veel respect voor. Dat je het gewoon doet. Dat je jezelf brengt. Maar wij staan niet boven de groep. Wij staan in de groep. De middenin. En als daar punten naar voren komen waarin wij een kunnen verbeteren of het anders aan kunnen pakken. Of als iemand zegt van ik vind het prettiger als je me op die manier aanspreekt, dan is dat allemaal mogelijk. Ik heb niet het gevoel dat ik in dit soort dingen de boventoon voor als zijnde. Ik weet het en we gaan het op mijn manier doen. En het is gewoon zo gebeiteld en er zit geen, weet je wel. En ik merk dat ook altijd aan jou, dat we echt heel erg respectvol zijn, ook naar feedback die er komt. Dat we denken, oké, hoe gaan we dat implementeren? En ik denk dat echt wel een mega tip is. Dat je niet te groot bent voor feedback of zo. Nee. Ja, en dat is eigenlijk wat ik ook altijd meeneem, is van ja, net wat je zei, de intentie dat je het krijgt, Ja, is het is al heel mooi. fantastisch. En Ja. dat wat je ermee doet, dat kan je zelf bepalen. Maar je kan ook heel eerlijk naar jezelf kijken van klopt dit ook? Ja, zo was het eigenlijk wel. Of Ja, ja. en soms zeg je ja, nee, ja, nou ja, er zitten gewoon bepaalde dingen aan mij vast. En daar heb je het dan ook wel mee te doen. En dan mag je ook gewoon bij jezelf blijven. En dat vind ik ook heel erg fijn, want die keuze maak je dan toch weer opnieuw. Dat je zegt, oké, ja, ik ben een beetje af en toe met rechtbeen erin. Ja. Ja, dat is een eigenschap die je dan eigenlijk moet verdragen, want het is niet iets wat ik ga aanpassen omdat dat gewoon ja, echt bij mij hoort.
Ja, en dat zijn de keuzes die je ook maakt. En Ja. ja, en dat merk je ook dat mensen die keuzes ook maken door mee te doen, in te stappen. En dan ook actief mee te doen. Dat vond ik vooral heel leuk, omdat het heel divers is dan. En dat de mensen dan zelf ook erbij blijven. Ja. En wat is onze laatste final tip die we hebben meegekregen uit deze challenge? Doe hem die gratis. En dat Ja. klinkt heel apart, want zeker voor ons, wij doen graag dingen nooit voor niets, maar wel zonder kosten. En dat eigenlijk werd er gezegd: nee, ja, je bent. Het is waardevol wat jullie doen. En ik hoop ook dat jullie, als je hier naar luistert, dat ook zo ervaren. Via het platform wordt het aan jullie aangeboden. Wij doen het met liefde. En zonder bijkomende kosten voor degene die luistert. Maar nooit voor niets, want we proberen jullie ook iets mee te geven. En de feedback die jullie hierop hebben, is ook zeer welkom. Dus ja, voel je uitgenodigd. Ja, zeker. Dus ja, nee, het was een prachtige ervaring die we zeker vaker gaan doen. Maar inderdaad, niet meer voor niets en op een andere manier. Dus Dus ja, nou, dat let. was inderdaad zo'n les van de week, die net even iets verder ging dan alleen maar, ja, ik maakte dit mee. Ja, het was echt wel een intensieve week. Ja, het was een hele intensieve week, want mensen mogen best weten, je hebt gewoon een fulltime baan en dan doe je daarnaast zeg maar nog breingein en dan deze challenge kwam daar nog bovenop. Dus Ja. die was zeg maar, je ging 's morgens om 6 uur ongeveer opstaan en je ging naar bed om 11 uur 's avonds en eigenlijk was de vrije tijd beperkt tot, nou laten we het houden op 1,5 uur. Ja, zo'n beetje. Ja. En moest dan ook nog in eten. Dus Ja, ja. dus dat is wel ongeveer wat jij ervoor over hebt om dit te doen, hè? Ja, nou precies. Ja. Ja. En er liep nog een andere challenge mee, hè? Ja, hebben we niet gezegd, hè? Hebben we niet gezegd dat we daar zaten met twee verschillende sokken. Nee. En dat, ja, dat zijn toch een beetje, ja. Het voelt als een klein geheim. En als iets spannends, terwijl dat niet is, maar terwijl je wel weet dat het wel zo hoort en toch weer niet zo is. En als je het laat zien, moeten mensen erom lachen. Ja, ik heb het niet eens gerealiseerd. Ja, weet je, het is nog geen korte broekentijd, dus mensen zien het dan niet. Maar dan zie je van, oh, hè? Ja, oh, heb je dat gewoon? Ja, heb ik gewoon gedaan. Oh, was die ander stuk dan? Nee, die ander deed het ook. Maar die heb ik die dag erop aangehad. Met die Ja. andere. Ja, dus ja, dat is gewoon heel grappig. En er gebeuren natuurlijk wel vaker in je leven dat er dingen zijn die, zeg maar, achter de schermen heel anders zijn dan wat je ze standaard zou doen. En die je dan meeneemt in, ja, maar wil ik dit echt? Wil ik dat op deze manier? En wat als mensen dat zien? Nou, het gaf wel een bepaalde vrijheid. Om eigenlijk een beetje de regels aan de laars te lappen. En dat is ook wel een vorm van rebellie, hè? Dat je echt zegt van, Ja. nou, ik doe het anders. Terwijl ook, ja, aan de andere kant ook wel nog steeds die stem in mijn achterhoofd zat van, ja, maar zo hoort het niet. Nee, zo, nee, echt niet. Nee. Komt nou echt niet anders? En moest Ja. dat nou? Ja, dat. Ja. Ik heb het dus niet gedaan dat ik bijvoorbeeld een hoge sok met een laag sok heb gecombineerd. Ik weet niet hoe het bij Nee. jou was, Nee, maar nee, 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 dat nee, was echt nee, een stap nee. te ver. Ja, of zo'n kousenvoetje met een echte. Ja. Ja. Nee. Nee. En dat kon dan weer net niet, weet je wel? Nee. Oké, okay, twee verschillende kleuren, maar dan wel twee enkel sokjes. Oké. Ja. Okay. Je Heerlijk, ja. merkt daarin al hoe snel je eigenlijk je processorsnelheid gaat met wat is voor mij dan wel Ja. acceptabel? Oh, dat Waar kan kan nog ik de. wel. Waar kan het wel en waar doe ik het dan niet, weet je Ja, wel? ja. Het is zo leuk om jezelf daarin uit te dagen en te kijken van hoe reageer ik daar dan eigenlijk op? Nou ja, exact. Ja. Dus ik raad mensen weer aan hoor. Ga de challenges aan. Ga jezelf aan daarin. En ja, nou ja, ga eens gewoon twee verschillende soorten sokken dragen. En als jij nou die durfval bent, die dus wel de hoge en de lage sok weet te combineren, Ja, laat het deel ons dan een weten. foto met ons. Ja. Echt leuk. Ja. Nou, en dan gaan we naar ons hoofdonderwerp en dat is dan weer portie zware kost. Ja.
Ja, we hadden het al genoemd, hè, over scheidingen. Ja. En met het samenstellen van de tekst had ik ook zoiets van, ja, kinderen, kinderen. Gaat het altijd over kinderen? Nou, dat is natuurlijk niet altijd zo, maar wel vaak. Dat kinderen in een scheiding ook degene zijn die zware klappen oplopen. Ten slotte is het vaak niet de keus, of eigenlijk nooit de keus, van de kinderen. Nee, maar ze voelen het wel alsof, zeg maar, zij er verantwoordelijk voor zijn. Ja, Ik ja. was 10 natuurlijk toen mijn ouders uit elkaar gingen. Ja, ouders zijn nog wel bij elkaar. Ik bedoel, uiteindelijk is het vrij eenzijdig hoe we op welke manier we met scheidingen te maken hebben gehad. Ik heb natuurlijk, zeg maar, mijn ouders die gescheiden zijn. Voor de rest zijn we nog steeds keurig in ons eerste huwelijk. Ja. Maar we hebben er toch nog een hoop over te vertellen. Ja, zeker. Want ja, als je het hebt over, zeg maar, de schaamte of de, daar heb je het normaal gesproken niet over. Is het zeker als je gewoon start, hè, of je nou getrouwd bent of met een mooi samenlevingscontract samenwoont, dat is wat mij betreft om het even je kiest. Je kiest voor elkaar om verder te gaan met het idee om dat te doen, zolang als dat past. En officieel beloof je dan ook vaak dat dat voor de rest van je leven is. Terwijl dat natuurlijk steeds minder het geval is. Nee hoor, dat heb ik nooit Nee? beloofd. Nee. Oké. Ik heb tegen Daan gezegd: als wij gaan trouwen, ik vind het heel prima, maar ik ga nooit de zin uitspreken till death do us part. Echt niet. Ik blijf bij je zolang het leuk blijft. Maar ik ga echt niet. Ik ga niet tot het graatje. Want ik heb gezien bij mijn ouders wat vechten in een huwelijk is. En dat is niet leuk om mee te maken. En ik heb dus altijd gezegd: mocht het zover komen dat wij niet meer voor elkaar zijn en we niet meer liefde op kunnen brengen en niet meer dat kunnen bieden aan elkaar wat nodig is in een huwelijk, dan ben ik weg. Ga je daarmee akkoord? Toen heeft hij gezegd: ja. Dus Ja. ik heb de belofte niet gedaan tot aan mijn dood. Nee. Nou ja, ik vind dat sowieso ook wel de manier waarop dat wordt gezegd. Het geeft een intentie aan dat je veel met elkaar, of een tijd met elkaar verder wil. Maar dat die andere belofte is echt heel lastig. Dat kan je niet, dat kan je op dat moment niet eens bedenken. Nee, helemaal niet. En daarom heb ik ook gezegd, dat wil ik er niet in hebben. Ik wil zolang het. En ik moet eerlijk zeggen dat als je eigenlijk ervan uitgaat dat je dus door alles heen moet, omdat je pas scheidt bij de dood, vraag ik me ook wel eens af of de intentie om, zeg maar, in je relatie te zijn en met elkaar te zijn ook niet een soort van kabbelend wordt. Want ik heb echt gezegd, het moet leuk blijven. We hebben de energie daarin te steken. We hebben daar iets aan te doen om, zeg maar, die relatie werkend te houden. Ja, nou dat ben ik absoluut met je eens. Dat gaat ook niet vanzelf. Helemaal En niet. het is maar goed dat je van tevoren niet weet waar je aan begint. Nee, ben ik het ook mee eens? Ja, en dan klinkt dat alsof wij hier een beetje de waarheid zitten te verkondigen. Maar ik hou ook regelmatig aan mijn cliënten voor, zeg maar, hoe dat werkt. Ik zeg, ja, je kan wel zeggen, ja, je bent al 29 jaar getrouwd. En dan gaat het natuurlijk allemaal helemaal goed. Maar ja, dat is gewoon niet hoe het werkt. Het gaat niet altijd helemaal goed. Ik kom twee zielen tegen die zich met elkaar verbinden. En die gaan allebei met een bepaalde, nou ja, met de zak met emoties ga je een bepaalde samenwerking aan. En die, nou ja, weet je, dat is heel grappig. Francisca en ik zijn allebei kreeft. En wat ik gemerkt heb is dat ik aan het begin van onze relatie dacht dat alles wat ik dacht, dat het ook was wat zij dacht. Want ja, zo eenvoudig zat ik daarin. Dus als ik verdrietig was, was zij dat waarschijnlijk ook over hetzelfde als waar ik over verdrietig was. Ja, en dan komt dat leren pas. Want dan zie je ineens van, oh, wacht even. Dat wat jij hebt meegemaakt is niet wat ik heb meegemaakt. En dat wat ik gewend was, ja, dat was vooral toch dat hele zekerheid zoeken, dat alles al uitstippelen, het helemaal goed regelen.
En dan kom je iemand tegen die erg op je lijkt en toch weer helemaal niet. En die gewend is om het allemaal veel makkelijker, veel flexibeler aan te pakken. En ja, dan was het gezinsleven van haar uit heel anders. En dat snapte ik dan weer helemaal niet. Dus ja, dat is dan wat er ontstaat. En dat is dan nog vrij onschuldig. Ja, Want jij dan bent heb je het alleen 29 maar jaar aan. getrouwd en ik ben 19 jaar getrouwd op dit moment. Zeg ik dat goed? Volgens mij wel. Ja, bij jou is het sowieso dat je op twee verschillende Ik ben op plekken, twee op twee verschillende verschillende data's. momenten getrouwd. Voor de wet en voor Klopt. de kerk. Ja. Ja, En dan. 2003 wettelijk en 2004 voor de kerk. Ja, En in jij? 2015. Sorry, ik zeg het helemaal Ja, ik wilde het verkeerd, zeggen. joh. Oh, nou wordt afgekeurd. Nee, 2000. het was in 1994 natuurlijk, hè? Want anders dan kom ik niet aan die 30 jaar volgend jaar. Nee. Nee, maar dus dat, ja. Als je 30 jaar terugdenkt, toen hadden we nog een gulden. Nou ja, echt zoiets, hè? En zo snel kan dat gaan. Maar eigenlijk is er in de tijd niet zo heel veel veranderd. Want het is nog steeds spannend om met elkaar ergens aan te beginnen. Het is nog steeds spannend omdat. Commitment aan elkaar te geven dat je dat ook daadwerkelijk wil. Ja, en nou gaat deze podcast over scheiden. Ja. En daarmee gaan wij met de billen bloot. Niet dat we ooit gescheiden zijn, maar in beide van onze levens is het voorgekomen dat we wel op zo'n punt hebben gestaan. Ja. Ja. Wil je daar iets meer over vertellen? Ja, dat was eigenlijk toen wij net kinderen hadden en daarin. Ja, dan loop je aan tegen de dingen die heel logisch lijken, maar dat dan ineens niet meer werken. En ik merkte dat ik een keer achter in de tuin zat. En toen waren ons kind nog heel klein en lag er een boven te huilen. En ik was van nature gewend om daar mee om te gaan als van, nou, laat me liggen. Hè, dat komt vanzelf goed. En Francisca die wilde heel graag ja, dat we daar wel heen gingen, wij wilden daar naartoe. En dat waren eigenlijk die eerste dingen dat je zegt, oh, maar dit is echt heel verschillend. Maar je bent dan dus bezig om een leven groot te brengen, om dat te beschermen. En ja, dat werd eigenlijk van kwaad tot erger. Want het was ingewikkeld om elkaar te blijven begrijpen. En ja, ik moet zeggen dat ik vooral in die tijd heel erg mezelf heb leren kennen. Omdat de vraag die ik nu veel makkelijker aan mezelf kan stellen, wat maakt het dat je dit en dit en dit doet? En toen een was van, hoezo? En ja, maar dit is toch heel logisch? En zo moet het. Moet het? Moet het? Wat moet er dan? En dan merk je dus dat die frictie rondom de vragen en de intentie die je hebt met elkaar om het leuk te houden ineens onder druk staat. Het is eigenlijk helemaal niet zo logisch dat bepaalde dingen gebeuren. En er zijn bepaalde zaken die er in het gezin voorvallen, waarbij je echt voelt van ja, nu draait het erom. Ja. Maar hebben jullie het ook naar elkaar uitgesproken? Ja. En dat. En wie heeft dat dan tegen wie gezegd? Ja, ik kreeg te horen, zo wil ik niet verder. En ik zei, maar ik ook niet en ik wilde wel wat aan doen. Dus ik heb echt wel gerealiseerd hoe ik daarin zat. En ik heb ook echt de angst gevoeld van alles te verliezen. Echt de angst van, oh God, draait het nou nog om mij? Of is er ook nog een ons, zeg maar. En dat is heel spannend, want je hebt daar ook je kinderen bij. En je realiseert je ook wat dat voor hun betekent. En met de kennis die je hebt van andere scheidingen om je heen, weet je ook hoe heftig het is om die beslissing wel of niet te nemen. Ik weet wel, en ik bedoel dat moment eigenlijk als het zo is dat je tegen jezelf kan zeggen, ik verlies het nog liever dan dat ik zo doorga. En je durft dat ook echt zo uit te spreken, en dat was mijn intentie ook echt van, als dit het is, dan wil ik zo niet verder. Dat je het dan kan hervinden of niet meer vindt. En dat was als een soort van vrije val voor mij, op dat moment. En dat heeft echt wel een tijdje geduurd.
Ja, en toen ben ik ook gewoon in therapie gegaan om dat voor elkaar te krijgen. Om daar mijn nagels achter te krijgen wat dat nou voor mij was, waar ik nou uitkwam. En die therapie deed je alleen of met z'n tweeën? Die deden we met z'n tweeën. En elk voor ons eigen doel. Want dat merk je dan wel. En ja, ik zou het iedereen gunnen, niet om in de crisis terecht te komen, maar wel om er weer uit te komen, omdat dat echt voelt als een nieuw en herboren en echt heel anders. En ja, Esther Perel, ik weet niet of je die kent, maar dat is een psychotherapeute. En zij zegt altijd zo mooi van ja, mensen zijn monogaam binnen één huwelijk, als het goed gaat, hè. En sommigen hebben dus meerdere relaties met dezelfde persoon. Dat vind ik altijd zo mooi, omdat dat eigenlijk uitdrukt wat ik heb ervaren, dat je eigenlijk opnieuw begint met dezelfde persoon, maar met een heel andere start, met kennis die je dan hebt opgebouwd en de pijn en de pijn van de periode waardoor je heen bent gegaan, ja, eigenlijk erkent. Want oplossen, daar geloof ik niet in. Het is een erkenning van de pijn van waar je vandaan komt, waar je last van hebt, waar je moeite mee hebt. En dat dan ja, zichzelf soms ook herhalend weer opnieuw iets anders aandient. Want het is niet, het gebeurde niet eens één keer, maar wel twee, misschien wel drie keer, zeg maar, dat je echt weer denkt, oh ja, het komt je op een andere manier op je pad. Het geloof van dat eerste herstel helpt mee in een tweede herstel. Dat heb ik wel gemerkt. Ja, je wilt Maar dus zeggen dat jullie het nog een keer hebben uitgesproken naar elkaar. ja, later ook nog weer. Dat dingen belangrijk genoeg waren om toch bij elkaar te blijven, om niet te verwijderen, zeg maar. Omdat het dan op een andere manier zich weer manifesteert. En dat je dus weet, eigenlijk checkt bij elkaar, eerder begint met checken bij elkaar, of het nog steeds klopt. Ga je dat op den duur eigenlijk sneller doen? Dat checken? Of ga je dat. Ja, ik geloof dat de ervaring van de eerlijkheid en van de ruimte die je krijgt om daadwerkelijk dat uit te spreken, dat dat zorgt dat je het eerder benoemt. En jezelf beter leren kennen, ja, zeggen ze altijd goed, maar die erkenning van hoe het voor jou werkt en ook daar eerlijk over te zijn dat het op een nieuwe manier de kop opsteekt. Want vaak is het niet dezelfde, maar net een iets andere verschijningsvorm van iets waarvan je denkt, huh, hoe komt dit nou weer? Ja, we hebben het altijd over trauma's. Want zo zou ik het nu kunnen benoemen. Het is eigenlijk het ontdekken van je trauma. Omdat je dan vasthoudt aan je overlevingsmechanisme. Dus je houdt vast aan een bepaalde manier van dingen doen. En naarmate je meer van die beschermingsmechanismes hebt kunnen erkennen, zien en daarmee ruimte geven om dat niet te actief in te laten grijpen. Dus dat je niet elke keer als je op de snelweg rijdt de handrem erop gooit. Maar gewoon denkt, nou weet je, dan stoppen we even op de parkeerplaats. Lijkt me wel zo handig, je kunt het even uitpraten. Dat is volgens mij een beetje de beeldspraak die ik zou willen zeggen voor dat makkelijker gaat. En jij? En ik wat? Herken jij je in, zeg maar, van die periodes waarin je ineens plotseling dacht van, oh. Ja, ik trof mezelf aan in onze relatie in 2008 was dat? Nee, 2009. 2009 had Daan echt een heel moeilijk jaar. Hij was heel onbereikbaar. En voor mij was het heel duidelijk dat hij of depressief was, of PTSS had, of wat dan ook. En hij was absoluut onbenaderbaar. En het enige wat hij zei was: ja, ik moet van jou ook altijd in therapie. En op een gegeven moment was het een onhoudbare situatie. En toen heb ik gezegd: en als je nu niet iets gaat doen, dan ben ik weg. Dan neem ik alle drie de kinderen mee, want dit is gewoon niet houdbaar meer. Dus toen heb ik echt het dreigement erin gegooid. En hij heeft ook later wel gevraagd: wil je dat nooit meer doen?
Op die manier. Maar het heeft ons wel uiteindelijk gered, want hij is naar de huisarts gegaan. Hij heeft medicatie gekregen. Hij is in therapie gegaan. Waardoor hij langzamerhand eigenlijk weer gewoon Daan werd en de familieman werd. In plaats van een zoutzak op de bank die af en toe agressief in woede kon uitbarsten. En waar je gewoon voor op je tenen moest lopen. Want je wist niet wanneer het, of wat dan ook het zou gebeuren. En dan lopen er drie kleine kindjes rond. Eén baby en een kindje van 6 en een kindje van 3. Waar je dus dan tussen probeert te juggelen. En dat is een moment in een relatie die ik weinig mensen gun, om eerlijk te zijn. En ik denk dat ik het. Het dreigement was echt zodanig dat ik dacht dat doorgaan op deze manier, dat is zoveel erger dan inderdaad weggaan. Ja. Ja, dat is wat ik, wat voor mij dat moment was van als je durft te verliezen, dan lukt het dus om het vast te houden of raak je het ook echt kwijt. Maar dat moet je wel durven op dat moment. Zo'n moment van uitspreken. Ja. Ja, je wil hem niet graag herhaald zien, maar het is wel heel duidelijk. Ja, het was de echt en tot hier niet verder. Het kon niet meer. En dus ja, uiteindelijk ben ik dus heel blij met dat ik het uit heb gesproken en dat we daardoor eigenlijk een herstart konden maken. Want dat heeft wel ervoor gezorgd dat we nog gezellig bij elkaar zijn en dat de kinderen een papa en een mama hebben. Maar ik ben ook wel iemand die een beetje knallend in een relatie kan staan. Dus onze kinderen krijgen nog wel eens wat ruzies mee. Dat is dan ook weer niet zo heel erg handig. Maar ja, tot nu toe, zeg maar, gaat het best aardig. Ja, en dat is het volgens mij ook, want dat we hebben het natuurlijk over eerlijkheid en over inzicht en dat je daar ook voorzichtig in wilt zijn naar de ander toe, maar dat het niet alleen maar voorzichtig kan zijn, dat je ook mag staan voor de waarden die jij belangrijk vindt. En wat ik vooral vind is dat vanuit die periodes je leert wat voor jou echt belangrijk is. Voor die periode denk je dat het belangrijk is en daarna heb je voor jezelf vastgesteld dat dat ook zo is. Dus dat er iets belangrijk of sommige dingen ook gewoon loslaten. Hè? Dat je denkt, ja, hoezo moeten alle vorken altijd bij de vork en de messen bij de messen? Dat even, en dat is dan spreekwoordelijk voor veel mini-ruzies, zeg maar, die eigenlijk nergens over gaan, maar die iets te maken hebben met je integriteit. Dus met of wat jij vindt. Of wat je wil, of wat je doet, dat het hout snijdt, dat dat mag, dat je dat mag vinden. En dat het, als het belangrijk is voor jou, dat je soms de discussie stelt, waarom is het eigenlijk belangrijk voor mij? En soms dat het ook gewoon belangrijk mag zijn voor jou. Wat zouden we onze luisteraars hier nou over mee willen geven? Heb jij een idee? Ja, ik zit vooral met schaamteloos eerlijk, maar dat is natuurlijk lekker makkelijk. Dat zijn de opengetrapte deuren en dan denk je, ja, nee, dat moet ik gewoon maar even zeggen. Geloof me, op dat soort momenten zijn die momenten er even niet. Ik weet nog wel dat onze therapeut toen tegen ons zei, schrijf even 20 eigenschappen op die je heel leuk vindt aan de ander en 20 eigenschappen die je echt super, super, super vervelend vindt. Overleg die niet met elkaar. En lees ze pas voor als je hier bent. Nou, ik schrijf en pennen, jongen. Echt in die lijst van 20 ne meest negatieve dingen, die was zo vol. En die andere lijst van 20, daar kwam ik niet verder dan 5. Dat wist hij natuurlijk. En het dan voorlezen aan elkaar. Maar dan dus, ja, eigenlijk zouden wij, dat vind ik dan schaamteloos eerlijk. Zonder commentaar voorlezen en geschreven vanuit wat het met jou doet. Dat op tafel leggen. Ik denk dat dat ons het beste geholpen heeft. Dan is het niet klaar, maar wel duidelijk. En Ja. jij?
Ja, ik weet het eigenlijk niet zo goed. Ik denk, trek wel aan de bel op het moment dat je echt merkt, nou, ik ga hierin verzuipen. En dat heb ik dus gedaan door gewoon eigenlijk snoeihard te zeggen. En als het nou niet verandert, dan is het klaar. En dat is dan echt je last resource. Ik denk, we zijn ook niet in relatietherapie gegaan of zo. Dat was ook niet zo heel erg aan de orde eigenlijk verder. Het was ook niet dat ik niet van hem hield of dat er. Of dat ik inderdaad geen goede kwaliteiten meer van hem zag. Het was alleen zoals de situatie was, was het onhoudbaar. Het was echt ja. Ik kan het niet eens in woorden vatten, nog steeds niet. Hoe moeilijk het is om in zo'n situatie te zitten met elkaar. Dus ja. Dus ik heb niet dezelfde soort relatiecrisis meegemaakt als jij. Dus dan wordt de tip iets ingewikkelder, denk ik. Ja, Maar. en jullie hebben natuurlijk wel individueel ook allebei heel hard aan jezelf gewerkt. Ja, we zijn natuurlijk echt in dat opzicht. Ja. We hebben, zeg maar, psychische kwetsbaarheden echt opgelopen in ons leven. En echt harde dingen. En niet de zachte traumaatjes van een keer van je fiets afvallen. En dat zorgt wel voor een andere dynamiek ook in een relatie. En dat zorgt ook voor heel veel eigen werk, inderdaad. Want eigenlijk weet je helemaal niet eens wie je zelf bent. En je bent bij elkaar. Dat weet je dan wel. Maar je weet eigenlijk niet wie jij in essentie bent. Ik denk dat we bij elkaar kwamen meer vanuit een. Oh, nou ja, dan zijn we misschien alle twee niet meer alleen. En we hebben het leuk samen. We hebben dezelfde interesses. En het was een beetje ons tegen de hele wereld. Weet je wel, dat gevoel. Het gevoel van. Nou, wij gaan het nu met elkaar samen doen. En. Ons leven is herstart. Ik denk dat we echt bij elkaar kwamen met. Nou, en nu gaan we echt een heel nieuw beginnen. En uiteindelijk merk je dus dat je gedurende je relaties toch eigenlijk jezelf weer mee hebt gebracht. En dat je dan ook daar dan wel weer echt mee aan de slag moet. En dan ja, heb je individuele stukken. En dat, ja, daar zitten we alle twee nog steeds wel een stukje in hoor. In die individuele trajecten en ontwikkelingen om. Sterker in je eigen schoenen te komen. En voor de rest zijn we nog steeds bij elkaar, ook als de papa en mama van onze kinderen natuurlijk. Want ook daar blijf je natuurlijk wel. Dat is zo'n verbindende factor ook. Ik bedoel, die kinderen, die liefde die daarvan afstraalt, dat is ook de liefde die je voor elkaar hebt eigenlijk. Ik weet niet of jij dat ook zo ziet. Maar ik bedoel, mijn kinderen zijn een combinatie van mij en Daan. Dus ja, je kunt nooit zonder hem eigenlijk door. Want ze zijn er nou eenmaal, weet je wel? Dat Ja, ze ruiken zelfs naar je. ja. Ja, Dus. en ja, dat is gewoon heel bijzonder. En ik denk ook wel dat, zeg maar, en dit is, je moet het zo zien dat het werken aan je eigen mentale gezondheid, zeg maar, en je eigen problematieken wel het belangrijkste uitgangspunt zijn om hier aan te kunnen werken. Of je nou bij elkaar blijft of niet. Want eigenlijk is dat niet. De gouden draad. Het is meer als je dat verloochent en je zegt: Weet je, het boeit niet, we blijven bij elkaar, want we hebben ooit beloofd. Dat ongeveer, ja, dat is een. Je kan het verwoorden vanuit je hoofd, dat dat noodzakelijk is, maar vanuit je hart druk je toch iets weg. Als je het daar dan verder niets aan doet en het doet alsof het er niet is. En dat gun ik eigenlijk niemand. Dus welke uitkomst er ook is, het feit dat je er iets aan doet als het zover komt, is denk ik het belangrijkste. Ja, je hoeft niet iets in stand te houden wat zonder elkaar misschien beter is of met elkaar juist leuker. Ja. Ja. We zien het wel. In dat opzicht zijn we nog hartstikke jong, Frank. Nou ja. We hebben In echt ieder geval nog. van geest, hè?
Ja. Ah, nou, joh, kom op. Ja, nee, zeker. Ja, nee, Met het is bijna ook gewoon. 55? Nou, dat is echt nog jong, hoor. Kom Ja, op. laten we het daarop houden. Ja, nee, zeker. Ja. Ja, ik vind dat echt nog wel jong. Je moet nog Ja, voor... nee. Bedenk dat je in ieder geval nog 30 jaar voor je hebt. Ja, Dus... ik voel me ook niet oud in die zin. Nee. 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 Het is meer dat ze zo nu dan u tegen je zeggen, dat je dan denkt, oh ja, kan natuurlijk wel. Ik Ja, heb maar liever dat je hier zegt. dat deden ze bij mij al toen ik zeg maar kampen ging leiden. Dan was ik ook gewoon de juf en u. Oh ja. En dat was al vanaf mijn 17e. Dus in dat opzicht Ja, kan dat zomaar. kan het zomaar zijn Ja. dat je vanaf die tijd al geconfronteerd wordt met het u-verhaal. Ja. Hebben we nog iets hierover te zeggen? Nee, ja, ik denk dat we onze luisteraars in ieder geval hebben meegenomen in onze eigen, ja, belemmering Ja, shit, moet je het zeggen. ik wil nog heel even terugkomen op het feit dat jij in de introductie natuurlijk zei dat het voor kinderen ongelooflijk ingewikkeld is als ouders wel uit elkaar gaan. En ik had natuurlijk al in het voetlicht gebracht dat ik ook echt wel de eerste jaren heel erg heb gedacht dat het aan mij lag. Dat ik niet lief genoeg was geweest of dat ik het anders had moeten aanpakken of dat ik. Weet je, dus als kinderen zijnde betrek je eigenlijk een crisis van je ouders heel snel op jezelf. En ik denk wel dat dat heel goed is om dat in de gaten te houden. Dat heeft er natuurlijk ook voor gezorgd dat ik tegen Daan zei van joh, prima dat we gaan trouwen, maar mocht er een scheiding komen. Ik vind dat ook prima, weet je wel. Het is niet zo dat ik altijd maar wil dat het goed blijft en dat we het, weet je, echt niet. En dat was ook gewoon mijn eigen ervaring natuurlijk uit het huwelijk van mijn ouders dat niet stand heeft gehouden. Om te zeggen van ja, weet je, als je gewoon niet meer voor elkaar bent, dan houdt het niet in stand. Maar communiceer naar je kinderen toe dat zij daar niet verantwoordelijk voor zijn. Kinderen hebben namelijk niks te maken met de relatie van hun ouders in dat opzicht. Ze hoeven ook niet te kiezen. Zoals ik al zei, je kinderen zijn 50% jou en 50% je partner. En je kunt, als je je partner afwijst, ook na een scheiding, wijs je ook 50% van je kind af. En dat zou ik hopen dat je dat ten alle tijde voorkomt. En ik denk dat ik dat nog wel mee wilde geven, dat vooral in het verhaal, omdat er zoveel scheidingen zijn en zoveel kinderen op dit moment te dupen, dat dat eigenlijk heel belangrijk is. En je hoeft ook niet op de positie te gaan staan van papa of mama als een papa of mama weg is. Je mag gewoon kind blijven. Dat willen ouders ook het liefste. Ook al kunnen ze dat soms niet vertellen, dat is wel wat ouders zouden willen. Nou, dat wilde ik graag nog toevoegen. Ja, dankjewel. Dankjewel. Nou, dan komen we tot de nieuwe uitdaging. Voor de kijkers, we kunnen natuurlijk nog even laten zien. Ik heb hier een witte sok en hier echt een donkere sok. Donker. Zwarte sok en een Grijs. grijze sok. Dus ook vandaag zaten wij nog met twee verschillende sokken. Maar dat hoeft vanaf morgen niet meer. En? Denk je dat je ermee stopt? Ja, misschien doe ik het stiekem zo nu en dan toch nog een keer. En dan ga ik het toch laten zien van, kijk, dit durf ik. Ja, Dit kan ik. En dat ik iemand te moest. zeggen, ja, weet je, ik vouw zelf de was, dus ik gooi ze wel eens door elkaar heen. Oh, expres, ja, vind ik leuk. Oh, ja, zat niet in mijn systeem. Nou ja, dat. Ja, misschien kunnen we nog één level hoger, weet je wel? Dat we een keer zeggen, nou, nu doen we een lange sok en een korte sok. Heerlijk. Dat je echt zegt van, nou, we doen het uplevelen. Maar voor nu, de nieuwe uitdaging. En dat is, we gaan een boek lezen. Ja. Ja, Ja. en als je mij een beetje kent, dan lees ik een boek letter voor letter. Aha. Dus Sarah Kroos, Rood is ja. Een boek waar jij al in begonnen was, of zelfs al gelezen had. Ja, dat is. Dat weet je nooit bij Hansen. Je kan altijd. Je hebt het of al helemaal
in gedachten, of maar je had dat in ieder geval volgens mij al 1 keer uitgelezen. En dat wat ik al gehoord had, ja, zeer indrukwekkend. En een manier van schaamteloos eerlijk zijn, op een manier die ook aangeeft hoe ziek het soms in je hoofd bij elkaar gebracht kan worden, doordat mensen niet zijn wie je denkt dat ze zijn. En dat kan te maken hebben met dat de mens zelf heel anders is. Of dat jij heel anders denkt. En ja, ik heb de uitdaging aangenomen om hem te lezen. En ik denk zelfs dat het podcast waardig is daar ook een keer een uitzending aan te wijden. Want rood is ja. Daar moet je bijna bij nadenken om dat zo te zeggen. Ja, ze legt het ook uit in het boek waar dat vandaan komt. Ik zou het er zelfs bij kunnen pakken, maar ik denk dat het leuker is om zelf te ontdekken. Ja. En dus dat wordt dan de opdracht. Ik herlees het boek, omdat ik dan weer eventjes up-to-date ben. En voor mij is lezen inderdaad minder ingewikkeld dan voor jou. Ja. Ja, het Dus is niet ik. zo dat ik dyslectisch ben, maar ik lees het boek hardop, zeg maar. Oftewel, het zit in mijn hoofd en dat zorgt gewoon dat het niet zo snel gaat. Nou ja. Je zou Drink wel bijna tot me door. denken dat we daar ook nog een keertje naar kunnen gaan kijken, want waarschijnlijk heb je een fotografisch geheugen en nooit in kunnen zetten. Nee, nou inderdaad, met de testen die ik heb gedaan in de zin van voor mijn werk, kwam ik erachter dat ik inderdaad met plaatjes heel goed ben. Met dat achterliggende stuk, dat is, je moet mij niet laten programmeren, maar ik kan precies zien wat je bedoelt. Ja. En iemand die eigenlijk fotografisch geheugen heeft, leest anders. Die leest namelijk in een plaatje. En die heeft. En dan zou je het boek bij wijze van spreken zelfs in een uur uit kunnen hebben. Dus wie weet, misschien kun je, als je daar eens aan toe komt, eens een leescursus aanvragen. Snapshot, ja. Ja, nou, Dus dat is hem dus. ja, nou, en dan zou ik zeggen, tot de volgende keer. Tot de volgende podcast.